Welkom, beste luisteraars. We zitten hier aan tafel met Jonas Beins, Herwig Teugels en Nathalie Meert. Jonas, we beginnen met jou. Wie ben jij precies? Ik ben Jonas. Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur. Ik ben ongeveer 13 jaar gestart bij INEOS als process engineer in de Lillo site, dus waar de toekomstige kraker gebouwd zal worden. En in 2019 ben ik deel geworden van het projectteam. Ik ben daar ondertussen lead process engineer. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik mede verantwoordelijk ben voor het ontwerp van heel de installatie. Dus ervoor zorgen dat alles energie-efficiënt is en er ook voor zorgen dat alles volgens de huidige emissienormen ontworpen wordt. Een droomjob kan ik mij voorstellen voor iemand die burgerlijk ingenieur chemie is. Dat klopt inderdaad, want een dergelijke job, zeker in Europa, is niet zo evident. Als ik een dergelijke andere job zou willen doen, dan zou ik zeker al richting de VS of Azië of het Midden-Oosten moeten gaan om deel te kunnen uitmaken van een dergelijk groot project. Oké. Herwig Teugels, jouw collega. Herwig, wie ben jij? Dag Bart, ik ben Herwig. Ik ben Lead Environmental Engineer binnen Project One. Ik ben een vijftal jaar geleden eigenlijk in het projectteam gekomen. Het bedrijf eigenlijk, of Project One, is voor INEOS het eerste project waarin zij zelf eigenlijk een fabriek bouwen. Tot op heden had INEOS eigenlijk zijn groei gerealiseerd door overnames te doen. En dat maakte eigenlijk het feit dat je het eerste project bouwt, dat je ook de ervaring moet binnenhalen. En men heeft dan op mij beroep gedaan om de ervaring rond milieu eigenlijk in het team te brengen. Ik heb meegewerkt aan het ontwerp en ik heb ook ondersteuning geboden voor wat betreft de opmaak van het milieueffectenrapport en de vergunningsaanvraag. Want jij bent ecoloog van opleiding. Ik ben inderdaad ecoloog van opleiding. Ik heb na mijn studies nog een paar jaar op het UNIF verbleven om daarna in de milieuconsultancy wereld te stappen bij een aantal studiebureaus waar ik zowel in Vlaamse projecten als internationaal in een internationaal kader heb gewerkt. Oké, ik denk dat de ervaring wel geboden is. Nathalie, jouw buurvrouw, wat doe jij precies? Wel, ik ben in september 2019 bij het project gekomen. Dat is dus zo'n goede 9 maanden na de grote aankondiging in het havenhuis. En mijn rol is die van communicatieverantwoordelijke en external affairs manager. Dus het was zo dat INEOS eigenlijk een nobele onbekende was in Vlaanderen. Het was een Brits privébedrijf, niet beursgenoteerd. Het had zich altijd zeer low profile gehouden. Dus de mensen kenden ons niet. En natuurlijk, Project One heeft enorm veel aandacht genereerd. En dus ook de nodige zorg qua communicatie. Dus er was nood aan een aanspreekpunt waar er voor geen, eigenlijk om zeggen, geen communicatiecel was. En ik voelde mij net zoals mijn collega's enorm aangesproken door het unieke karakter van het project, het uitzonderlijke, het strategische. Het was mijn eerste ervaring in de chemiesector, dus ik kan mij zeer goed inleven in de rol van buitenstaander, die zich weinig kunnen voorstellen bij wat nu de toegevoegde bijdrage is van de chemie voor de samenleving. Hè. Omdat we zitten helemaal vooraan in de waardeketen, onze producten zitten niet, of liggen niet op het schap in de supermarkt. En ik heb zelf gezien dat nagenoeg alle producten waarmee wij ons omringen, wel degelijk meegerealiseerd worden door de chemie. Oké, dankjewel. Nu, je zegt het, communicatie, dat is zeer belangrijk, want jullie zijn heel dikwijls in het nieuws. Onder andere af en toe ook met minder goed nieuws. Op een bepaald moment verloren jullie een vergunning, Herwig. Als je zoiets hoort, wat gebeurt er dan? Wat doet dat met iemand die zo on top zit bij jullie bedrijf? Wel, dat was toch een mokerslag. Een deel ongeloof, een deel frustratie kwam toch ook naar boven. Omdat we zelf binnen het projectteam en alle mensen die met ons samenwerken ervan overtuigd waren dat we een heel sterk project hebben. En vandaar dat het eventjes moeilijk te verteren was. Nu,
ik denk als je vraagt aan vele van mijn collega's waar men op dat moment was, op het moment dat dat bericht kwam van het verlies van de vergunning, dat ze dat zich nog perfect herinneren. Dus het heeft wel degelijk een belangrijke impact gehad. Nu, je merkte wel heel snel dat de mensen terug hun schouders, hun rugrechten en hun schouders onder het project gingen zetten om die vergunning zo snel mogelijk opnieuw te pakken te krijgen. Ja. Wat ondertussen gebeurt. Ja. Nathalie, overdrijf ik als ik ja, op dat moment, dat er op dat moment sprake was van een mediastorm? Net als Herwig herinner ik mij nog zeer goed waar ik mij bevond op kantoor toen het nieuws binnenkwam. En ik realiseerde mij ook onmiddellijk wat de impact ervan ging zijn. Onze werfwerkzaamheden in Lillo gingen per direct moeten stilligen. De kredietlijnen zouden bevroren worden. En het heeft natuurlijk enorm veel onzekerheid ook teweeggebracht bij het personeel. Ook bij onze aannemers. Dus je vraagt je af, ja, gaan we niemand verliezen onderweg? Gaat iedereen stand-by blijven? En ik moet zeggen, ja, we hebben onmiddellijk de ernst van de situatie ingezien. Ook al was het volle vakantieperiode, hebben we ons onmiddellijk aan het werk gezet. Niet wij alleen trouwens. We hebben ook veel steun gekregen vanuit de havengemeenschap. Ook de politici zijn bijgesprongen. Dus iedereen was doordrongen van het feit dat het heel belangrijk was om het project te redden. Herwig, hoe bekijk je het verloop van dit project tot hiertoe? Wel, de aankondiging van het project in 2018, zoveel jaar geleden, sindsdien hebben we wel een heel lange weg afgelegd. En een weg die ja, zijn obstakels heeft inderdaad gekend. Niettemin hebben wij telkens sterke dossiers vooropgesteld met een sterk team. En heel duidelijk en de boodschap gebracht hoe sterk eigenlijk ons project was. Nu, die vergunningsaanvraag. Hè? Ja. Je hebt al zoveel jaren ervaring op de teller, gelukkig. Mm-hmm. Ja. Nu, die vergunningsaanvraag was echt wel een huzarenstuk. Ja. Dat samenstellen, samen met een heleboel experten, MER-deskundigen, dus milieueffect rapportagedeskundigen, mensen die energie-expertise in het team brachten. Dat heeft toch geleid tot een heel sterk, zwaar dossier. Als ik denk aan alleen de bouwplannen, 1800 stuks grote orde. Diverse andere studies die de vergunningsaanvraag ondersteunden, dan durf ik wel stellen dat dat een unieke prestatie is eigenlijk om die dossiers samen te stellen. En vandaar dat het des te ontgoochelender is om dat zien verloren te gaan door juridische stappen. En dat is toch wel een opmerking die ik wil maken. Binnen het huidige vergunningsstelsel is er een heel lage drempel om eigenlijk juridische stappen te ondernemen die voortdurend op eigenlijk de rechtszekerheid van een vergunning in gedrang brengen. Wat dan ook nog, als je de gevolgen kijkt, die Nathalie daarnet ook beschreef, en de financiële kost van een uitstel van ettelijke maanden, dat mag toch niet onderschat worden. Dan komt het erop aan, Nathalie, om dat communicatief goed, duidelijk en helder naar buiten te brengen. Ja. Ja, dat is meer dan een fulltime job, denk ik. Dat is inderdaad zo, Bart. En wat ook een beetje jammer is natuurlijk, is dat het dossier geëvolueerd is van een goed project. Hè, een project die zorgt voor lokale vernieuwing, voor een meer duurzame productie van ethyleen, eigenlijk verworden is of herleid is tot een juridisch, politiek geladen symbooldossier. Hè. Zeg je nu, we hadden misschien het een beetje anders moeten doen, communicatief, of moeten we er lessen uit trekken? Ja, dus een les achteraf bekeken die we er zeker uit kunnen trekken is bij het moment van de aankondiging in januari 2019. Dan lag de nadruk op het uitzonderlijke van de investering. Het was tenslotte 25 jaar geleden dat er nog eens een miljarden investering naar Europa kwam en dan nog wel naar Antwerpen. De nadruk lag op de grote cijfers, de tonnages van de kraker. En eigenlijk
was het beter geweest? Hebben we daar een beetje ons momentum gemist om ook de milieuverdiensten van het project in de verf te zetten? Maar op dat moment waren de ingenieurs nog volop aan de slag aan de tekentafel. Ze hadden een duidelijke opdracht gekregen. Ontwerp een toekomstbestendige installatie waar je consistent alle beste beschikbare technieken in integreert. Het moest het neusje van de zalm zijn van de crackers, de full option cracker als het ware. En ja, het heeft enige tijd gevergd om dat ontwerp te finaliseren en om absolute uitspraken te doen over bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk die exceptioneel laag is. We zijn best in class wat dat betreft. Dus ja, we hebben een inhaalbeweging moeten inzetten op dat vlak. Jonas, jij bent de jongste hier aan tafel. Ja, dat klopt. Hoe kijk jij naar het verloop van dat project? Hoe kijk ik ernaar? Het was een heel avontuur om daarin in te stappen. Een grote kans om delen te maken van zo'n groot project. Ik was dus onderdeel van het ontwerpteam waar Nathalie over bezig was. En dat klopt ook wel zo. Als je kijkt naar het ontwerp, als we dan kijken, we werken met heel wat technologiepartners samen die ons helpen met het ontwerp van die kraker. Ook voor hen was het een uitdaging, een nieuw gegeven. Ze zijn wel gewend van dergelijke installaties te bouwen, maar dan spreek je vaak over installaties in het Midden-Oosten, in de VS of in China. En ja, daar zijn de regels toch nog net iets anders. En dat merk je ook wel als je met hen samenwerkte. Het was INEOS die effectief de regels vastlegde van kijk, we willen wel een installatie die voldoet aan al die normen en we willen ook zeker future-proof zijn, want ja, wij zijn ook geen idioten, wij weten ook wel wat er te komen staat in Europa. Wij moeten competitief zijn in de toekomst, we moeten een heel lage koolstofvoetafdruk hebben als wij competitief willen blijven in Europa en in de rest van de wereld. Een van de dingen bijvoorbeeld is bijvoorbeeld het stikstofgegeven, stikstofuitstoot. De technieken bestaan wel om de ovens bijvoorbeeld in het proces, die hebben een schouw, daar komen de uitlaatgassen uit en daar zit voornamelijk de stikstof in. Er zijn technieken waren al beschikbaar om die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Maar als je dan kijkt waar zijn die geïnstalleerd, dan ik denk dat je ze op één hand kan tellen en zeker nog niet in Europa en helemaal niet in een dergelijke installatie. Dus dat was ook voor die technologiepartners echt een aanpassen om al die technieken in te schakelen, ook klaar te maken voor het proces dat wij hebben. Ook te voldoen aan de emissie, de uitlaatnormen die we hebben in Europa en België. Maar dan heb je wel technieken die state of the art zijn, die meegaan voor tientallen jaren. Dat klopt. Dat wordt ook wel opgelegd door Europa, voor een deel. Maar het is ook INEOS die echt wel gezegd heeft van we willen daar die stappen verder zetten. En dan in het stikstofgegeven, dat was initieel ook geen voorwaarde voor INEOS om dat te installeren. Maar we hebben het toch wel gedaan. Ja, Herwig, jij hebt de hele wereld rondgereisd in jouw job. Jij kan vergelijken, denk ik. Wel, ik kan inderdaad vergelijken. En ook zoals Jonas zegt, de technologiepartners stonden ook te kijken aan de eisen die wij oplegden aan onszelf en aan hen. Om die stikstofuitstoot, om die tot een minimum te beperken. Niet alleen de stikstofuitstoot, maar ook de CO2-afdruk is veel lager dan de next best eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus als ik vergelijk met de Antwerpse haven en binnen Europa ken ik weinig of geen installaties die dezelfde prestaties kunnen voorleggen. Nee, dat klopt, Bart. Dat is ook zeker iets waar wij aan gewerkt hebben. Als je kijkt naar onze installatie, we zitten, als je vergelijkt met alle kraker, dus vergelijkbare installaties in Europa, wij presteren beter dan ze allemaal. Wij stoten ongeveer de helft uit van de 10% best presterende krakers in Europa. En hoe doe je dat? Hoe doen we dat? Is eigenlijk
Het geluk dat we hebben is dat we een installatie helemaal vanaf nul af kunnen ontwerpen. En dan kun je eigenlijk die filosofie van begin af aan al toepassen. Je kan het vergelijken met het bouwen van een huis of het renoveren van een huis. Het renoveren van een huis, stel je dat je daar een warmtepomp wil installeren. Ik denk dat elke loodgieter die je tegenkomt, je wel zal zeggen dat is niet zo evident als je... Een juiste manier, in een aangename manier je huis wil verwarmen. Terwijl dat je, als je een nieuw huis bouwt, dat je daar eigenlijk van begin af aan al rekening mee kan houden. En dat is exact wat we gedaan hebben in ons ontwerp. Er is een verregaande warmte-integratie en koude-integratie. Wat wil dat juist zeggen? Dat wil zeggen dat wij... je hebt bepaalde processen in de grote krakerinstallatie die warmte genereren. En wij gebruiken die warmte dan weer om andere delen op te warmen. Of omgekeerd, we hebben koude stromen. Bijvoorbeeld onze ethaan is heel koud. Wij gebruiken die koude dan weer om andere onderdelen van het proces af te koelen. Dus je hebt een heel grote integratie, zo verregaand dat die eigenlijk nog nergens is toegepast. En dat zorgt sowieso al voor een heel efficiënt proces. Aan de andere kant, iets ook wat wij doen en wat ook niet gebeurt in een klassieke installatie. Bij het krakingsproces, als je van ethaan naar ethyleen gaat... dat inherent aan dat proces komt er waterstof vrij. En INEOS heeft ervoor gekozen om in de plaats van dat waterstof af te scheiden en dat bijvoorbeeld te verkopen, om dat eigenlijk rechtstreeks te recycleren en te gebruiken om onze ovens mee aan te vuren. En dus we gebruiken nu al tot ongeveer 60% aan waterstof om onze verbrandingsprocessen in gang te houden. Wat dus wil zeggen dat wij... Enorm veel lagere uitstoot hebben door die waterstofverbranding en door de efficiëntie van het proces. Nathalie, ik vermoed dat één ding jullie wel al zullen bereikt hebben binnenkort, dat is dat het woord ethaankraker in Vandalen komt. Ja. woord van het jaar. Of woord van het jaar, ja. Dat hebben we dan toch al bereikt, maar misschien moet je dan toch nog eens even uitleggen wat het verschil is tussen een ethaankraker en een naftakraker. Wel, Bart, er zijn eigenlijk twee standaard methodes om ethyleen te produceren. Je kan dat doen op basis van de grondstof nafta, dat is een derivaat van ruwe aardolie. Of je kan dat doen op basis van ethaan en dat is een bijproduct van aardgas. Vandaag in Europa is de dominante methode de nafta-route. Nu, INEOS heeft heel doelbewust gekozen voor een ethaankraker en de grondstof ethaan, omdat die best wel wat voordelen heeft in vergelijking tot nafta. Bijvoorbeeld is ethaan de meest efficiënte grondstof om ethyleen te maken. Je hebt veel minder grondstof nodig dan in het geval van nafta. Ik geef een voorbeeld met concrete cijfers. Wij beogen met Project One om ongeveer 1,5 miljoen ton ethyleen te produceren. Daarvoor moet je 1,9 miljoen ton ethaan inzetten. Wel voor nafta, om dezelfde hoeveelheid ethyleen te maken, zit je aan 4,8 miljoen ton. Dus dat is meer dan het dubbele. Dus dat is al een goede reden als je efficiënt wil omgaan met grondstoffen om voor ethaan te kiezen. Nu, bijkomend, Jonas heeft er al naar verwezen, is het grote voordeel van ethaan dat er bij het kraken ervan enorm veel waterstof vrijkomt. En ook daar kunnen we de vergelijking maken met nafta. Dus ethaan heeft 3 waterstofatomen per koolstofatoom. Bij nafta zijn er dat maar 2. En dat verklaart waarom er dus in grotere volumes waterstof ter beschikking komt, dat wij als koolstofarme brandstof terug in het proces kunnen inzetten. Nathalie, nog zo'n woord dat de wenkbrauwen doet fronsen, is schaliegas. Nu, jullie hebben daar ook mee te maken. In verband met ethaan, hoe gaan jullie daarmee om? Mm-hmm. Wel, de kritiek situeert zich vooral bij activisten die beogen om eigenlijk het gebruik van fossiele grondstoffen tot nul te herleiden. Maar we moeten
belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen het gebruik van fossiel als grondstof en als brandstof. Eigenlijk de overgrote meerderheid van fossiel wordt vandaag gebruikt als brandstof, bijvoorbeeld voor energieopwekking, om je huis te verwarmen, om je te verplaatsen met je wagen. En ja, die uitstoot die belandt rechtstreeks in de atmosfeer. Nu, de chemie die gebruikt fossiel als grondstof. Hè, en die grondstof wordt grotendeels omgezet in een product met hoge toegevoegde waarde. In het geval van ethaan wordt er 88% daarvan omgezet in ethyleen. Dus dat is toch wel een heel ander verhaal. Wat Project One gebruikt als grondstof is ethaan. Ethaan is een bijproduct van schaliegas. En dat ethaan, dat werd eigenlijk vroeger vaak afgefakkeld, hè, omdat men het moest sowieso gescheiden worden van het aardgas om te kunnen inzetten voor particulier en industrieel gebruik. Dus het ethaan verdween zo in de atmosfeer. Tot men heeft ingezien dat het eigenlijk heel nuttig kan ingezet worden in de chemie. En ja, vandaar dus dat wij het inzetten als grondstof. Nu, die industrie heeft eigenlijk al een hele evolutie doorgemaakt. Dus de negatieve beeldvorming komt voornamelijk van de beginjaren, toen er wat kinderziekten zijn geweest. Ik spreek dan over het begin van de 21ste eeuw. Ondertussen zijn we 20 jaar verder en heeft die sector zich geprofessionaliseerd. Er is ook heel wat regularisatie bij komen kijken. En ik kan u zeggen, onze ethaanleveranciers in de Verenigde Staten, die zijn best in class. Dat zijn tier 1 spelers, zoals een Range Resources en Antero, die ook uitgebreid rapporteren over hun operaties en wiens methaanemissies, waar zoveel om te doen is, absoluut minimaal zijn. Ja, je zou dan kunnen zeggen, we gaan op zoek naar alternatieven, Herwig. Maar ja, die zijn er niet. Wel, dat is een kritiek die inderdaad door onze tegenstanders wel eens geuit wordt. Te verwijzen naar alternatieve, biogebaseerde grondstoffen. Net zoals je biodiesel voor je auto zou kunnen gebruiken. Zou je bioethanol kunnen gebruiken om het ethaan te vervangen en van daaruit ethyleen te maken. Natuurlijk, net als biodiesel zou bioethanol eigenlijk het risico opleveren als je dat in grote hoeveelheden moet gaan produceren om de hoeveelheden ethyleen te kunnen maken, dat die eigenlijk in concurrentie komen met de voedselindustrie. Want je gaat eigenlijk suikerriet of suikerbieten eigenlijk gebruiken om die bioethanol te produceren. Nu, dat is niet de bedoeling om de voedselproductie in het gedrang te brengen. Je hebt heel grote ruimtes nodig om dat niveau van productie aan bioethanol te genereren. Zoals bijvoorbeeld in Brazilië, waar men uitgebreide suikerrietplantages heeft. Als je dat naar Vlaanderen zou toepassen, dan ga je eigenlijk een teelt van suikerbieten moeten genereren van meer dan 630.000 hectare. Terwijl de landbouwoppervlakten in Vlaanderen maar een 620.000 hectare. Dus je zou heel Vlaanderen het landbouwareaal moeten gebruiken voor de productie van ethyleen, zoals wij die eigenlijk in onze hectare. Ja, dat is onhaalbaar gebruiken. Natuurlijk. Ja. Dat is onhaalbaar. Maar ik kan me voorstellen, jij zit op de goede plaats om te adviseren rond de inspanningen die jullie allemaal leveren. Misschien wordt daar nog onvoldoende over gecommuniceerd. Dus bij deze heb je de kans om eens te vertellen wat jullie eigenlijk allemaal doen voor de omgeving. Wel, wij hebben getracht en gerealiseerd in het ontwerp dat we heel aantal maatregelen nemen om die duurzaamheid en die toekomstvisie, die future-proofness, om die helemaal in het project in te bedden. Voorbeelden daarvan zijn het feit dat we op onze site
grote site van meer dan 65 hectare, dat we daar eigenlijk aparte regenwatersystemen hebben geïnstalleerd, die ons toelaten om het regenwater helemaal te recupereren en op die manier drinkwater uit te sparen. Anderzijds, er is al gepraat over het verhaal stikstof. Wij kunnen met de technieken die we toepassen, de best beschikbare technologie, kunnen wij vanaf dag 1 eigenlijk onze stikstofemissie met meer dan 70% reduceren. Wat quasi ongezien is, zoals daarnet gezegd. Daarnaast proberen wij ook geluids- en geluidshinder te verminderen. Ook visuele hinder die soms ontstaat wanneer je in de haven rondrijdt en de hoge torenfakkels de vlammen daar ziet uitkomen. Wij hebben grondfakkels gebouwd waar de geluidsemissie en de visuele hinder eigenlijk quasi onbestaand zijn. Dus dat zijn een aantal voorbeelden die we vanuit de operationele fase al hebben geïmplementeerd. Nu zijn we bezig midden in de constructiefase en ook daar hebben we eigenlijk heel wat maatregelen getroffen. Zoals daarnet zei, heel onze site, 65 hectare, die is volledig omwald eigenlijk met damwanden die toelaten het grondwater volledig te isoleren van het grondwater bij onze buren, wat het ons toelaat om de bouw van de funderingen eigenlijk een bemaling te doen, zonder dat onze buren daar enige last van ondervinden. Maar toch wel, dat zijn echt kilometers damwanden die we hebben gerealiseerd. Dus er gebeurt heel veel. Alleen is het kwestie van daar goed en juist en voldoende over te communiceren, dat iedereen dat ook weet. Inderdaad. Ja. Maar daar reken ik op mijn collega. Ja, dat is niet makkelijk. En daarvoor zitten we ook hier. Nu Jonas, je zou kunnen zeggen, elektrificatie, kunnen we daar niet de oplossing mee aanreiken? Dat is een mogelijke oplossing, hè, want dat is ook wel iets wat onze tegenstanders ook wel vaak naar boven brengen. Hè. Dus een van de belangrijkste onderdelen van het krakingsproces zijn de ovens. Die ovens heb je nodig om de hoge temperaturen te bereiken, om die krakingsreactie in gang te zetten, om effectief ons product te kunnen maken. Maar dat kan je niet doen met elektriciteit. Dat kan je doen met elektriciteit. Hè, dus je hebt thuis waarschijnlijk ook wel misschien ergens een elektrisch verwarmingselementje liggen of zo. Dus je kan dat doen met elektriciteit. En er zijn inderdaad collega's die daar mee bezig zijn met die technologie. Het grootste nadeel aan die technologie is, het is mogelijk, maar die staat echt nog wel in zijn kinderschoenen. We hebben projecties dat het vroegst mogelijke scenario zou een dergelijke installatie op een industriële schaal ten vroegste binnen 10 jaar mogelijk zijn. En zelfs dan nog gaat het geen installatie zijn met de capaciteit van een Project One. Dus het is mogelijk, maar het staat echt nog in zijn kinderschoenen. Herwig, er is heel wat te doen rond de voorwaarden die jullie opgelegd krijgen om klimaatneutraal te zijn. En jullie zeggen dat jullie dat kunnen, woorden, maar er zijn dus ook daden. Er zijn effectief daden naar klimaatneutraliteit. En we hebben daar reeds van in het begin eigenlijk in ons milieueffectenrapport zelf naar voren gebracht. Er zijn 3 routes die wij in het dossier hebben opgenomen. Enerzijds de waterstofpiste, een andere route is de koolstofafvang en een derde route is elektrificatie van de fornuizen, van de ovens eigenlijk, van de kraakinstallatie. Nu, de waterstofpiste is voor ons de meest, laten we zeggen, dichtbije piste, omdat we zelf al waterstof produceren, zoals eerder vermeld, en dat we daar met een aanzienlijke extra hoeveelheid waterstof eigenlijk ons proces volledig klimaatneutraal kunnen maken. Koolstofafvang kan overwogen worden, maar is omwille van, laten we zeggen, de concentratie aan CO2 in de gassen die er nu de schoorsteen uitkomen, minder evident. En tot slot de elektrificatie
in combinatie misschien met een stuk waterstof, zal een toekomstperspectief bieden, maar op langere termijn in onze ogen. Ja, Herwig, INEOS wordt vaak in één adem genoemd met het woord stikstof en problemen daar rond. Hoe pakken jullie dat precies aan? Wel, wij hebben, zoals eerder gezegd, belangrijke technieken, zuiveringstechnieken geïmplementeerd in onze processen, waardoor dat we de stikstofemissies sterk reduceren, meer dan 70% ten opzichte van het originele emissiepatroon. Nu, dat resulteert in een minimale stikstofdepositie, de neerslag die van onze emissies, die terechtkomt in onder andere de Kalmthoutse Heide of over de grens de Brabantse Wal. En het is daar dat we toch wel wat tegenstand kregen, hoewel dat mij helemaal onterecht lijkt. En dat hebben we dan ook neergeschreven in een meer gedetailleerde passende beoordeling, die het effect van stikstof en andere milieudrukken, zoals verdroging, versnippering, recreatiedruk, op de natuurgebieden in kaart brengt en ecologisch beoordeelt. Wat ook de vraag was van de Raad voor Vergunningenbetwisting. En op die manier denken we toch, met die uitgebreide analyse, 800 pagina's dik, dat we toch kunnen tegenstanders, de mensen die bezorgd waren om de natuur in die beide en andere natuurgebieden, dat we die toch hebben kunnen overtuigen van de minimale impact die we zouden hebben. Want over wat voor impact spreken we? Dat gaat over een enkele tientallen grammen gemiddeld die op een hectare op jaarbasis zouden terechtkomen. Dat is echt wel minimaal als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een tuinbarbecue. Dat is 3 keer barbecue. Eigenlijk, Nathalie, het belang van INEOS en Project One valt nauwelijks te onderschatten voor de Vlaamse economie. Het is inderdaad zo dat de Vlaamse chemiesector eigenlijk een ongelooflijke bijdrage levert aan de welvaart van ons land. Je moet weten dat de chemiesector eigenlijk exportkampioen is. Wij zijn goed voor 35% van alle export. De chemiesector stelt ook 43.500 mensen hier te werk. En daarvan levert de basischemie met een derde de belangrijkste bijdrage. Het belang is onmiskenbaar. Trouwens ook, als we het dan betrekken op ons project, op Project One, dat zal miljarden bijdragen tot de Vlaamse economie. Ik geef enkele voorbeelden. Denk aan de vennootschapsbelasting, aan de patronale bijdrage, de drijftax, de concessievergoedingen, de waarborgpremies en ga zo maar verder. Dat alles zal goed zijn voor een bedrag. Onze CFO heeft het uitgerekend van een 2 miljard euro. En daarbovenop komen nog alle bijdragen die ook betaald worden door de contractors, de partners die wij aan het werk zetten. Dus alles bij elkaar is al toch een mooie som. Ja, het grote publiek zou INEOS natuurlijk ook kunnen kennen van de sportwereld. Jonas, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, om het in sporttermen te noemen, dat jullie qua klimaatneutraliteit in pole position zitten. Dat klopt. En we hebben ook echt wel een plan uitgewerkt om het waar te maken. Het is niet zomaar een blaasjes die we wijs maken. Zoals gezegd, geloven wij het meeste in het waterstofverhaal. Zoals je misschien wel weet, bij de verbranding van waterstof komt er enkel water vrij, terwijl bij de verbranding van aardgas dat er CO2 vrijkomt. En dus we willen eigenlijk alles inzetten om voornamelijk richting waterstof te gaan. Een ander aspect is indirecte emissies, dus emissies die niet rechtstreeks door de fabriek zelf worden uitgestoten, maar die hun oorsprong kennen in de elektriciteitsproductie. Dus, en dat is eigenlijk iets wat we nu al doen. Dus
alle elektriciteit die wij binnenhalen, dat is groene stroom. Maar dus voor de directe emissies aan te pakken, hebben we ook een plan. En dat is minder evident, maar dat is ook wel zeker een plan waar we in geloven. Een van de grootste voorwaarden is wel dat er heel wat waterstof beschikbaar is. Want we hebben dat ook wel nodig om onze processen mee aan te vuren. En we willen dat in verschillende stappen doen. De eerste stap is eigenlijk onze eigen elektriciteitsgeneratie. Dus intern hebben we dat ook ergens om ervoor te zorgen dat we onze eigen installaties maximaal betrouwbaar kunnen hebben en kunnen opereren. Daar zijn we eigenlijk van overtuigd dat we binnen een aantal jaren dat we een aantal van die processen wel kunnen afstellen of serieus verminderen, om dan eigenlijk onze uitstoot ook al naar beneden te brengen. Een ander procesonderdeel is de stoomgeneratie. Wij maken ook stoom in onze installatie, echt een gigantische boiler eigenlijk, die nu wordt aangevuurd met aardgas. Maar als er dus waterstof beschikbaar is, kunnen wij die boilers ook omschakelen naar waterstof. Dus dat we ook dat gedeelte van de emissies naar beneden brengen. En de finale stap is eigenlijk in het proces zelf. Zoals ik eerder had gezegd, hebben we in dat proces ook ovens, waar we dan eigenlijk de restgassen vanuit het proces, wat dat voornamelijk ook waterstof is, in verbranden. Het nadeel van die restgassen is wel dat die niet zuiver zijn. Er zitten ook nog andere componenten in, voornamelijk aardgas. Dus de volgende stap is eigenlijk een ander gedeelte bijbouwen in de fabriek om die waterstof en die aardgas te scheiden, zodat wij enkel zuiver waterstof over hebben om die dan te verbranden in onze installaties en die aardgas dan te exporteren, waar dat dan eventueel ook nog waterstof meegemaakt kan worden door een extern bedrijf, die wij dan weer kunnen importeren om de rest van onze waterstofnood aan te vullen. Dus ik hoor het tal van maatregelen om die klimaatneutraliteit te bewerkstelligen. Dat klopt. En er zijn wel wat voorwaarden voor nodig. De waterstof beschikbaar is er wel een van de allerbelangrijkste. Maar we hebben echt wel een plan dat duidelijk haalbaar is en mogelijk is in de toekomst. En je bent een jong iemand, je voelt je er ook wel echt persoonlijk bij betrokken. Ja, uiteraard. Ik wil voor mezelf en mijn mogelijke nakomelingen ook dat we in een mooie omgeving blijven wonen. Ik woon ook in Antwerpen. Ik ben er mij van bewust dat we die klimaatuitdaging, dat we die moeten aangaan, dat we die moeten oplossen. Daarom heb ik soms ook zo'n moeilijk begrip voor waarom we al die activisten tegen ons hebben. We zetten nu echt wel een stap in de goede richting. Waarom zou je daar niet in meegaan? Ineos is ook echt een van de weinige bedrijven die effectief iets doet. Wij zetten een nieuwe installatie met zodanig lage uitstoot en we hebben een effectief plan om het ook waar te maken. Ja, oké. Maar ja, ik moet toch ook een beetje advocaat van de duivel spelen, Nathalie. Want diezelfde tegenstanders die nemen ook wel eens het woord plastiekfabriek in de mond, als het over jullie gaat. En wat zeg jij dan? Wat zeggen wij dan wel? Om te beginnen zeggen wij dan, Bart, dat er eigenlijk geen gram plastic uit de fabriek zal komen. Wat wij bouwen is een installatie om ethyleen te produceren. En dat is een van de meest gebruikte bouwstenen ter wereld in de chemie. Nu, ethyleen is een typisch tussenproduct. Dus het wordt verderop in de waardeketen verwerkt om eigenlijk uit te monden in allerlei producten en toepassingen waar wij dagelijks gebruik van maken. Ik durf te wedden, als ik in jouw huis rondloop, dat ik heel wat voorbeelden kan aanduiden. Ik geef er enkele. Het drinkwater dat uit uw kraan komt, dat is waarschijnlijk aangevoerd door pijpleidingen uit polyethyleen. Verder in je keuken, je koffiezet, je stofzuiger, je koelkast uit ABS, daar zit ethyleen in. Maar evengoed de lichtgewichtmaterialen in je wagen, de isolatiematerialen in je huis, de raamprofielen in PVC, tot en met zonnepanelen, windturbines en zelfs coronavaccins, daar zit ethyleen in. Dus ik kan hier eindeloos doorgaan, gewoon om je aan te geven dat het echt wel bijna het Lego-blokje is
van de chemie. Als er geen ethyleen zou zijn, de consument zou dat onmiddellijk voelen. Ja, ik heb ettelijke voorbeelden gegeven. Ik denk dat we het allemaal zouden voelen. Nu, kunststoffen, want wij behoren tot die familie, die zitten effectief ook in verpakkingsmaterialen, die nu vaak onder vuur liggen. Maar dat is een sector in volle ontwikkeling en de regelgeving helpt daarbij natuurlijk, want Europa heeft bijvoorbeeld al gezegd dat tegen 2030 alle verpakkingen recycleerbaar moeten zijn. En dat is eigenlijk niet zo evident, want we zien het niet met het blote oog, maar veel verpakkingen bestaan uit verschillende lagen die teruggaan op verschillende materialen. En dat maakt het zo moeilijk om dat netjes te sorteren en vervolgens te recycleren. Dus de uitdaging bestaat erin voor ook onze onderzoekers om dat uit één materiaal te maken. En daar zijn ze eigenlijk in ons technologiecentrum in Neder-Overeenbeek al vrij goed in geslaagd. Ze hebben nu een unieke folie ontworpen die uit één materiaal bestaat en dus perfect recycleerbaar is. Een ander voorbeeld is Recycle-In. Dat is eigenlijk een hybride hars die wij ontworpen hebben, die eigenlijk uit meer dan 50% gerecycleerd materiaal bestaat in combinatie met een superproduct, een booster, zonder dat die ook maar op enige manier inboet aan kwaliteit. En om dan terug te komen op die one-liner, de vervuilende plasticfabriek. Ja, ik heb er wel wat moeite mee, omdat je dan ziet dat de manifestanten dat doen met spandoeken die vervaardigd zijn uit kunststoffen. Ze hebben ook allemaal een gsm en een laptop bij de hand die simpelweg onmogelijk zijn zonder de chemie. Dus ik vind het niet bijster consistent. Een laatste vraag misschien, Jonas, of bijna een laatste vraag. Die krakker, want hij is bijna dagelijks in het nieuws de laatste tijd. Hij zal waarschijnlijk ooit ook wel in het nieuws komen wanneer hij geopend wordt. Op welke datum voorzie je dat? Datum, het is nog wel een beetje in de toekomst uiteraard. Dus we hopen dat we de installatie kunnen opstarten eind 2026. Dus nog een goede 3 jaar. We zijn ook wel volop die opstart aan het voorbereiden. Grote gedeeltes van die fabriek, dus die bouw is momenteel al bezig in andere delen van de wereld. Waarom daar? Omdat we net in Europa de capaciteit niet hebben. Je kan eigenlijk een beetje inbeelden, die wordt gebouwd in gigantische modules. Een module, dat is eigenlijk een fabriek op zich bijna, van 30 meter op 30 meter op 50 meter. En die kan tot 10.000 ton wegen. En die komt dan eigenlijk met een schip, komt die de haven binnen en die wordt dan de kade opgerold. Dat wordt vast een spektakel om te bekijken. En dan worden eigenlijk al die verschillende modules binnengereden en wordt de fabriek als een gigantische blokkendoos in elkaar gezet. Nu, het worst case scenario zou zijn dat er toch nog met de vergunningen iets niet in orde komt. Stel dat die fabriek er uiteindelijk niet zou komen. Fabriek, het project, er niet zou komen. Wat is dan de impact op de Vlaamse, de Belgische, misschien zelfs de Europese economie? Nathalie? Wel, die impact zou enorm zijn, Bart. Om te beginnen is het al een heel slecht signaal naar andere buitenlandse investeerders toe, dat zelfs een project als Project One niet meer mogelijk is in Europa. Dus dat is al een eerste belangrijk aandachtspunt. Nu, ik denk in elk land waar een economie opstart, het eerste wat er gebeurt is basisindustrie. En de basischemie behoort daar zeker toe. Je moet weten dat de chemiesector ongeveer 95% van alle waardeketens bedient. In de bouw, in de automobiel, in de energiesector en ga zo maar door. Dus er ontwikkelt zich in de marge van die basischemie een hele andere industrie, afgeleide chemie, maar dus ook alle andere voorbeelden die ik net heb gegeven. Dus als je begint te knippen in die voorraadketens en het gedeelte dat vooraan in de waardeketen zit weghaalt, dan krijg je een domino-effect en dan heeft dat zeer ingrijpende gevolgen voor de welvaart van je land.
Wat ik in dat verband ook nog wil aanmerken, we hebben allemaal aan de lijve de gevolgen van COVID ondervonden. En naar aanleiding daarvan gingen ook veel stemmen op. Ach, we moeten, want er was schaarste in een aantal producten, we moeten essentiële productie terug naar onze contreien halen. We zien het ook vandaag door allerlei geopolitieke ontwikkelingen, dat zelfs een fabriek als Volvo de productie tijdelijk moet stilleggen, omdat onderdelen, essentiële onderdelen, door de problematiek in de Ronde Zee niet naar hier komen. Dus die strategische autonomie van Europa, we kunnen er niet meer omheen. En met Project One verankeren wij een belangrijk deel van onze lokale basisindustrie. En om af te ronden misschien, er is ook nog het milieu- en het klimaatargument. De vraag is eigenlijk, willen we in Europa hier nog een basisindustrie of is het beter om ethyleen en alle afgeleide producten daarvan te importeren uit regio's die minder strenge milieustandaarden hebben? En als je het mij vraagt, naar mijn mening, is kiezen voor de korte keten de meest ecologische keuze. Dankjewel, Nathalie, Herwig, Jonas. Ik ben er zeker van. Ik denk dat we hier vandaag heel wat verduidelijkingen hebben gehoord over INEOS en Project One.